mensen zijn bereid om hulp te verlenen wanneer het nodig is. Denk aan EHBO of reanimatie. Maar wat heb je ervoor nodig? Ja. Want als het gaat zwellen, dan gaat altijd bij wonden. En dan heb je hier een opening en dan komt hier al dat vocht in. Dus eigenlijk deze slag wat je hier moet leggen. Probeer het een stukje terug. Tol, ja. Ja. In de meer, bij ons EHBO-gebouw. Daar zitten we nu ongeveer een jaar of 15, eerder in andere gebouwen gezeten. Maar hier zitten we prettig. We hebben hier alles bij de hand. Dus we kunnen hier altijd goed oefenen. Als we moeten reanimeren, goed kijken, is die bij de rust zijn? Nee. Dan goed naar die ademhaling kijken. En wat is het verschil tussen een baby reanimeren en een volwassene? De grootte van het baby. Dat, de baby zal niet gauw een hartstilstand echt hebben, die heeft meer een circulatie, een luchtprobleem. En een volwassene die heeft vaak een circulatieprobleem. En die moet je ook zwaarder aanpakken. Dit baby is vrij licht om te doen. Ja, want dat doe je dan niet, denk ik, met zoveel geweld als een volwassene. Nee, een baby doe je met je twee duim. En met een volwassene doe je het met je pols. Maar volgens mij is het eerder ook feest. Ja, dat klopt. Januari, 29 januari, bestaat de EHBO-vereniging 90 jaar. En dat is voor ons weer een mijlpaal. En dat gaan we vieren op 3 februari in de stam. We hebben op de oude notulen nog van de oprichting. En als je dat ziet, dat is zeker voor de mensen die heel oud in de meren kennen, dat het in Café Huigen gestart is. Nou, dat zegt nu niks in. Dat was het plekje waar nu zomers de allereerste ijssalon. Daar was dat. En zelfs in de oorlog is alles doorgegaan. Alle notulen zijn bespaard, alles verslagen van de penmeester, alles is er. Dat willen we ook als we feest hebben in de Schalm een expositie houden door alles tentoonstellen. Dat mensen toch kunnen zien wat gebeurt er, of wat is er gebeurd.